Je kijkt constant om je heen. Als ik ergens naartoe ga, bijvoorbeeld zoals vandaag, dan ja, stop ik gewoon 2, 3 keer onderweg om te kijken van word ik niet gevolgd. En zo rijd ik dus overal naartoe. André wordt op allerlei manieren lastiggevallen. Ik krijg momenteel nog heel veel e-mails. Er wordt soms 's nachts op de deur gebonkt. Wordt er ook als prostitutie naar mijn huis gestuurd. Ja, ik heb een keer een schietincident gehad dat de ruiter uitgeschoten is. Midden in de nacht dat er aangebeld werd dat er een begrafenisondernemer aan de deur stond met een lijkkist. Met gevolg dat ik een aantal uren later sms'jes kreeg met de teksten van hadden ze een mooie kist voor je. Hij vermoedt dat zijn ex-vrouw en haar familie erachter zitten. Precies kan ik dat niet aanwijzen, omdat ik geen 100% bewijs heb dat daarvan dat degene is, maar het komt wel uit die regio. En dat is geconstateerd uit sms'jes die getraceerd zijn van zendmast tot zendmast. Met hulp van Stichting Wende gaat het nu iets beter. Hij krijgt bijvoorbeeld minder sms'jes. Momenteel heb ik er nog zo'n 20, 30 per dag met de andere advertenties. Dan zou je zeggen van goh, ja, dat is best wel veel, maar het zijn ook 2.500 in een week geweest. Waar ligt voor u de oplossing? Wanneer houdt het op? Ik denk dat het ophoudt op het moment dat degene die het doet een misstap begaat en opgepakt wordt. En ja, ik ben bang dat het heel lang gaat duren.